Een super krokante chickenburger, dat is wat ik ga maken vandaag. Waarmee beginnen we? Heel simpel. We gaan de kippenfilet in blokjes snijden. En die ga ik hier allemaal in een kuttertje doen. Ik ga die kruiden met een beetje peper. Een beetje zout. Voilà. En als laatste ga ik er wat ei aan toevoegen. En het ei gaat ervoor zorgen dat de kip samen gaat blijven en we mooie platte hamburgers kunnen maken. Dit is wat ik nodig had. Een mooi mengsel van mijn kip. Daar gaan we een hamburgertje van maken. Het moet niet perfect rond zijn, want we moeten zien dat we het zelf gemaakt hebben natuurlijk. Hè. Ik leg ze hier in de gemalen cornflakes. En die gaat ervoor zorgen dat we een super krokante korst gaan krijgen. Rond ons kippenfiletje uiteraard. De kip is gepaneerd. We leggen dit in het frituurmandje. Ziezo. En dit gaan we nu krokant bakken op 180 graden. Ondertussen ga ik de curry mayonaise maken. We beginnen met een gewone mayonaise. Ik ga er wat honing aan toevoegen. En een beetje currypoeder naar smaak. En dan gaan we gewoon mengen. Dan gaan we nu de salade fijn snijden. Ik heb gekozen voor een ijsbergsalade. Omdat de ijsbergsalade is goed bestand tegen hitte. Plus de salade is ook super krokant. En die past dan uiteraard perfect bij onze super krokante chickenburger. Mooi fijn gesneden. De komkommer ga ik ook fijn snijden. De salade is gesneden, komkommer is gesneden, mijn sausje is klaar. En mijn super krokante chickenburger is ook mooi gebakken. Dan gaan we nu dresseren. Ik leg de bonen van het broodje op mijn bord. Lekker veel krokante ijsbergsalade. De komkommer. De krokante chickenburger leg ik er bovenop. Dan op onze burger een goede lepel currysaus. Voilà. Het dekseltje erop. Een stokje erin. Een beetje currypoeder. En nog een beetje saus om af te werken. Super krokante chickenburger. Smakelijk.